Welkom bij de podcast Menno en Erwin wandelen in de natuur en wetenschap. En Menno, het is gewoon een jaar geleden dat we begonnen zijn. Ja, dat is uh, niet te geloven, maar het is inderdaad alweer een jaar geleden. Ja, ja. het was uh, 8 mei 2022 dat wij voor de eerst samen een podcast opnamen. Ja, en we, nou ja, we zitten inmiddels geloof ik voorbij de vijftigste podcast. Ja. Dus uh, we zijn redelijk braaf elke we zijn, week. Uh, nummer, ja. nummer 52, we doen het gewoon ja. elke week. Ja, wat ja. fantastisch. Even voor de mensen, ja, mijn naam is Erwin Balkema. Ik ben eigenaar van Bano en ik vond podcasten leuk. En ik wou eens kijken hoe dat werkte. En toen kwam ook Menno tegen en Menno, ja, jij bent emeritus hoogleraar uh, van de Rug hè, Rijksuniversiteit. Um, ja, wij hebben het over heel veel biologie gehad. Ja, want dat nou, is jouw vakgebied natuurlijk. Ja, mijn eigen vakgebied is inderdaad uh, de biologie. En daar heb ik me ook een fors deel van mijn uh, leven in de universiteit mee bezig gehouden. Ja. Maar ook in mijn vrije tijd heb ik me wel veel bemoeid met de inrichting van natuurgebieden hier in de buurt. En uh, dus daarom hebben we het ook heel vaak over natuurgebieden. Ja, ja want eerst hadden we dus hebben we prachtige gebiedjes in Duurzwald uh, behandeld. Omdat je natuurlijk een boekje herschreven had in de tweede druk. Uh, en nu ja, behandelen we allemaal onderwerpen die we gewoon leuk vinden. Uh, en deze keer. Wou je het hebben over ooievaar, Menno? Ja, dat is op verzoek van een van de luisteraars. Ah, uh, die, uh, nou ja, die was opgevallen. Ik zie vaker ooievaars. Ja. En uh, ja, wat is er aan de hand? Hm. Oké, okay. wat is er aan de hand? Nou ja, wat, wat is jouw beeld bij ooievaar? Ik bedoel, hoe, had jij in je jeugd al ooievaars die je zag? Dat vind ik lastig. Want... Nou ja, je weet, wij, wij, wij wonen aan het water. We wonen aan hetzelfde water hier in Harksteden. En ik zie vaker zwanen hier. Ja. Want die, die zwemmen natuurlijk hier, hier voor de hele ja. tijd. En ik heb ooievaars niet echt op mijn bril. Nee. Nou ja, voor mij, ik, voor mij is het nog tragischer. Ooievaars ken ik eigenlijk alleen maar uit de boeken van Dick Trom. Oké. Okay. Ja, weet je wel, dat zijn die kinderboeken. Die, ja. uh, die spelen zich zo af in de Haarlemmermeerpolder... Een beetje, wel eigenlijk een beetje bijzonder, want dat is het gebied waar nu precies Schiphol ligt. Oh, okay. Maar die beschrijft daar heel, nou ja, het dorpsleven uh, met de, de zoon van de kruidenier en de veldwachter en de burgemeester. En uh, ja, dus komt de ooievaar best vaak voor. En voor mij was dat een soort magisch, ja, dat was blijkbaar een hele grote vogel. En ik, ik kende dan wel afbeeldingen van ooievaars, maar ik had, er, ik had er nog nooit een gezien. Nee. En, en dat is ook uh, eigenlijk in mijn jeugd zo gebleven. De eerste ooievaars die ik gezien heb, heb ik in Denemarken gezien. Hm. Op, op de allereerste vakantie die we aan familie buitenslands maakten, was in yes. Denemarken. En uh, ja, waren in Riebe waren er ineens allemaal ooievaars op de daken. Ja, oké. Okay. En, nou, en later, toen heel veel later, toen ik uh, voor mijn werk in, uh, in Zuid-Duitsland werkte toen kwamen vaak in de buurt van de Bodensee bij de Vogelwarten daar in Radolfzell en daar waren ook allemaal daar, daar kon je je soms niet verstaanbaar maken zoveel ooievaars zaten daar op de daken klepperend ja. Uh, ja daar was ik toen ook erg van onder de indruk van uh, maar, maar jij zegt dus eigenlijk van uh, het klopt mijn beeld is ook vroeger waren er veel minder nou en of... vrijwel niet er waren wat doortrekkers maar het, uh, zeg maar uh, rond 1970 was het aantal bloedparen... was teruggelopen tot vrijwel nul ja Okay. En, en was het dus een heel zeldzaam verschijnsel? Ja. En uh, ja, dat gevoel heb ik nu niet. Uh, nee, helemaal niet. Want nee. het, nou ja, er zijn een paar dingen gebeurd. Ten eerste, uh, er zijn uh, pogingen gedaan om de ooievaar weer te herintroduceren. Er zijn ooievaars uh, op, opfokparken gemaakt. Op, okay. uh, ja. uh, en die zijn heel succesvol. Uh, en er is toch, denk ik, ietsje uh, wel gebeurd aan. Uh, aan de kwaliteit van, van, van sloten. En, 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 nou, de, je kan niet anders zeggen dan dat er iets moet verbeterd zijn, in ieder geval aan de voedselsituatie voor die ooivaars. Ja, want waar leven ze dan van? Visjes, ze, toch? ze leven van, uh, van kikkers, van mollen, van muizen, van kleine vogeltjes, van insecten. Uh, nou, van alles. Ja. Maar ze hebben dus wel een heel gevarieerd dieet nodig, waar bijvoorbeeld kikkers best een belangrijk deel van zijn. Ja. Dus het is altijd zo'n beetje op het grensje van, van weiden en, 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 en slootjes en water. Nou ja, en, en nu heel letterlijk in de, hier in de buurt van Scharmen en Haaksteden. Ja, ik ken zo vijf nesten. Ja. Uh, opgezet door mensen, uh, palen. Uh, Vlakbij uh, Westerbroek bijvoorbeeld staat ja. altijd jaar in jaar uit bloed het daar. Hier aan de, aan de hoofdweg. In, ja, in, uh, ik merk met die zwanen die hier in dit. In dit ze komen altijd terug. Ja, nee, en die dus ooievaars komen dus altijd terug. Oh, okay. En, en uh, ik geloof vorige week net toen reed ik uh, naar de stad. En uh, in één weiland zag ik ineens zeven ooievaars zitten. Ja. Nou, dat, dat is dus echt iets wat de laatste uh, jaren pas zo, zeg maar zo is toegenomen. En ik geloof dat in Nederland is nu de stand is uh, dat we 1500 broedparen aan ooievaars hebben. Uh, nou, vergeleken met nul is dat een redelijke vooruitgang, zou ik maar zeggen. Klinkt me toch nog niet zo heel veel. Ik nee, het is ook niet superveel. En we zijn hier in deze buurt best een beetje uh, bevoorrecht. Omdat, ja. nou, blijkbaar hier het goede milieu is. Het is ook mm. nog nat genoeg. Ja. Dus het moet allemaal wel een beetje nat zijn. Maar de toestand was in de jaren zeventig was, uh, was behoorlijk dramatisch. Er is zo'n uh, mooi uh, boek, De Vogels van Groningen, mm. in een oude editie. Wat ook zo rond 1970 uitkwam en daar... Ja, daar, daar wordt dan beschreven, een beetje een uh, treurig verhaal. En daar wordt dan uh, heel mee geschreven dat de, de tijd dat ooievaars op het dak van het Raadhuis in Groningen broede of in de vismarkt zouden stropen naar vis. Die, die, uh, ja, die lijkt voor goed voorbij. En het is uiterst onwaarschijnlijk dat zich dat tafereel zou weer zou voordoen, schrijft uh, mijn geachte collega Herbert Prins. Ja. Um, nou, misschien uh, die vismarkt is helemaal niet uitgesloten dat daar nee, af en toe weer nee. eens een vaart te zien is. En, en, ik vind het dan ook even grappig. We hebben over, over heel veel onderdelen uh, gesproken en gedaan, en we hebben het ook best gehad over uh, stikstof hoe de natuur er aan toe is, zeg maar. En toch zijn er dan weer onderdelen die dan weer bloeien. Ja. Ja, nou ja, en dat, dat ligt dus voor een deel ligt dat dus wel aan, die, aan die hulp in die broedstations die ja. er geweest zijn. Waar dus ooievaar helemaal beschut waren en waar ze uh, voedsel kregen aangeboden. En daar heeft, is, zeg maar, de kern van de populatie heeft weer een kans gekregen. Ik weet niet of het zonder dat gelukt was ja, om, om ja. weer een voldoende aantal te ja. hebben. Dat geeft mij namelijk ook een beetje vertrouwen in dat het dus wel een beetje maakbaar is. Ja, hier en daar, uh, ja zeker. En. Uh, ja, heel, ja, toevallig hoorde ik net weer een, uh, vandaag een verhaal over, over soorten die, die, die uit Nederland verdwenen zijn. Het ging in dit geval om een, om een bomensoort. En die door de, door de warmte uh, weer, uh, weer treug, teruggekomen is. Um, ja, dan krijg je nu het omgekeerde. Dan uh, zijn sommige natuurbeschermers zeggen dat het een exoot is en die moeten ja. we verwijderen. Um, ja, dat is natuurlijk ook een beetje een rare wereld. Een beetje een omgekeerde wereld. Die was vroeger heel gewoon hier. Is ja. verdwenen. Uh, is nu door de warmte, komt die weer terug. Ja, die warmte die is er nog eenmaal. Daar kunnen we... Het is ja. niet, niet prettig, maar het is zo. Ja. En dan krijg je dus andere soorten die, die het hier weer goed gaan doen. Ja, ja dat zo, zo werkt. Het. Dus die, dat die soorten anders worden... en dat zo'n ooievaar dus weer een kans krijgt... Uh, ja, dat is helemaal niet zo gek... Uh, dat kan gebeuren, ja. ja. Maar de ooievaar, ja, het is een best grote vogel. Absoluut. Uh, zeg maar. uh, ja. Wat zijn zijn vijanden? Uh, of heeft hij die, die niet? Nou, dat moet je... Uh, ik denk, uh, jongen zijn natuurlijk altijd... als die uit het nest kukelen, zeg maar, te vroeg... dan zijn er altijd uh, predatoren. Uh, dat, dat kunnen ook honden of naar een kat. Lijkt me niet zo, niet zo waarschijnlijk, maar... Mm -hmm. Maar uh, vossen kunnen dat ook doen. Ja. Uh, dus die jongen die zijn altijd kwetsbaar. Als die, zeker als die uit het nest kukelen te mm -hmm. uh, nou ja, Er moet natuurlijk continu voldoende voedsel zijn. Is dus dat, dat is de grootste vijand eigenlijk. Dat is denk ik een van de grootste problemen. Ja, en de mens is natuurlijk. Ja, ik, ik hoor heel weinig berichten over verstoring van uh, ooievaarsnest. Op de een of andere manier spreekt het mensen toch heel erg aan. Ja, ja zeker. Dus ik. ik ik denk dat dat op zich wel meevalt. Het is natuurlijk in feite een soort toppredator. Hij staat heel hoog uh, in ons systeem. Ja. Uh, en en door, door zijn heel bijzondere levenswijze, doordat hij, uh, zeg maar, hij broedt natuurlijk eigenlijk op... op uh, altijd wel trouwens in de buurt van menselijke samenlevingen. Dat is een typisch kenmerk van, van deze Europese ooievaart. Is, is daar een reden voor? Bij, nou, hij, hij ver, ver, verkiest hoge plekken. En, en gebouwen en, en, en uh, ja, nou, menselijke activiteit, die, die, die geeft veel gelegenheid voor, om voor bloedplekken. Ja. Dus daar, daar heeft hij toch zich ook een beetje op gericht. En is dat dan, omdat hij dan niet aangevallen kan worden van onder ja. of zo? Ja, dat is zeker een heel effectieve bescherming. Dat ja. is natuurlijk geen, nou ja, geen, geen beest wat die die die, 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 die palen zomaar op kan. Of zo'n schoorsteen bijvoorbeeld. Ja. Tegenwoordig zitten ze ook op, uh, op, op uh, masten, op, uh, op, op, op uh, lichtmasten, maar, maar ook ja. op ja, ja, gsm zou ook kunnen. Ja. Ik geloof dat die zelfs op snelweg, op verkeersborden, uh, ja. broedt die al. Ja. Want zwanen dus nooit. Die zitten natuurlijk op het water. Ja, die zijn helemaal watergebonden en, die, ja. en die, uh, uh, die broeden zeg maar in het gras relatief dicht bij het water. Dat zijn natuurlijk heel andere beesten. Dat, ik bedoel, ik weet eerlijk gezegd absoluut. Ik ken te weinig ooievaars van direct om te weten hoe agressief ze zijn. Mm. Het moeten behoorlijke pittige vijanden zijn. Ik bedoel, die mollen die je pakt en, en, ja. en al dat soort beesten. Nou, daar moet je wel uh, van, van wanten weten. Mm. Maar zwanen, daar heb ik altijd, zeker in de bloedheid, enorm respect voor. Ja, nee, een nee, uh, uh, hond weg te houden ja. van zwanen, absoluut. Ja. Want ja. een klap van zo'n zwanenvleugel, ja. dat is pittig. Ja. Nou, die, die heeft dus, ja, die heeft een heel andere, wat dat betreft, een heel andere benadering, denk ik, dan ooievaars. Ja, ja. ja en ooievaars, um, ja, kindertjes. <laughs> ja, dat is een soort mythe die daar ja. vastgeplakt is. Ja. Het is, uh, er zijn allerlei theorieën over, wat ik erover gelezen heb, is dat, uh, ja, als je het dan over ooievaars hebt, dan hoef je het niet over seks te hebben, want, dan, nou ja, dan komen de kinderen via de ooievaars. Ja, ja, en dan hoef je het nergens oh, meer over ja, te ja, hebben. Ja. ja. Um, ja, ik weet niet of dat nog steeds. Uh, ik, het is het nog is steeds. Toch al uh, een heel lange mythe. Of ja, 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 ja. Dat is absoluut een, ja. uh, een, 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 nee, iets wat uh, goed uh, erin gepompt ja. is bij, uh, bij ons. Ik denk dat meneer Thijssen er zelfs al over geschreven heeft. Of niet Nou, niet over de kindertjes oh, de, oh, nee. 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 Ik, ik heb. Ja, ik herinner me wel uit albums dat de ooievaar daarin voorkomt. Maar ik, nee. ik weet eerlijk gezegd niet meer precies in welke, op welke hoedanigheid hij nee. het heeft over ooievaars. Ik denk dat in zijn tijd was de ooievaar natuurlijk veel algemener. Dat was een beetje die dik Trom tijd. Ja, dus toen ja. kwam hij veel meer voor in, in die weidegebieden. Ja. Um, maar als we dus eigenlijk zeggen dat die ooievaar weer teruggekomen is. en We zijn nu met bevers bezig. We zijn met wolven bezig. En, en dat soort dingetjes. Um, dit zijn... Wel dan, uh, dieren waarvan jij zegt die zitten in de top van de um, ja, food chain, of hoe je ja. het maar ja. noemt, zeg maar. Ja. Um, wat krijgen we hierna? Beren? Nou, in Nederland is dat niet zo waarschijnlijk. Uh, uh, ik, ik geloof niet dat hier uh, eigenlijk ooit vondsten geweest zijn van okay. holenberen. We hebben geen holen. Oh nee, nee. Dus dus, wordt, uh, beren wordt het niet. Maar, nee, maar, want, nee, nee, nee. Dan... En het reuzenhert is echt uitgestorven, uitgestorven. Dat krijgen we ook niet meer terug. Okay. Dus uh, nee, ik denk dat. Nou ja, met, met, met wolf en met. Uh, uh, met. Met. Uh, met uh, zo, Natuurlijk met. Uh, met de, de, de zeearend, de visarend, hmm. uh, nou, ook niet te vergeten, dat zijn natuurlijk nee, ook grote, grote toppredatoren uit ja. het systeem. Uh, ja, en met de wolf uh, dat we dus wel zo'n een beetje ongeveer zijn. Ja. Dus uh, ik denk dat we daarmee, nou in ieder geval heel veel even terug uh, weer teruggepakt hebben qua toppredatoren. Ja. En ja, je kan niet anders zeggen dat dat toch natuurlijk een uh, een, een, een goed uh, ja, het is eigenlijk een positief punt. Ja, ja. Um, het zegt natuurlijk helemaal niet, het, het, is, het is wel een ruig beest, die ooievaar. Die Ik bedoel, die kan heel wat hebben. Ja. En uh, het is ook niet zo dat hij nou waanzinnig grote eisen stelt aan, uh, aan, aan de omgeving. Dus het verhaal van de ooievaar, dat is niet een excuus om dan te zeggen: nou, dan gaat het dus met de natuur zo goed. Nee. Want er zijn natuurlijk heel veel uh, ja, wat, 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 uh, wat ingewikkelder, wat, wat moeilijkere systemen waar het niet zo goed mee gaat. Nee, nee. Uh, ook voor ooievaart trouwens is bijvoorbeeld het, uh, een, een toenemend watertekort zou ja. ook een probleem kunnen zijn. Dat, ja. dat betekent dat uh, amfibieën het moeilijker hebben. Dat... Nee, dat vind ik een grappig voor. Nou, ik vind het niet grappig, maar ik weet dat wij, hè, zeker in het begin, dus een jaar geleden ongeveer... Um, een meerstad bijvoorbeeld hebben besproken. En dat jij toen al aangaf... jongens, stikstof, dat is één probleem... maar het waterprobleem wordt minimaal net zo groot. Yeah. Um, en, en dat zie ik nu langzamerhand ook wel in het nieuws uh, bijkomen. Ik moet zeggen, ik was afgelopen week in heerlijk Zuid-Frankrijk. En dat was dus eind mei, of, eind april... En daar lagen de briefjes al in, 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 in dat ik niet de tuin mocht sproeien... en niet ja. mijn auto mocht wassen. En ja. dat, dat, bedoel, het is nog niet eens zomer, maar daar nee. hebben ze al een acuut waterprobleem. Ja. Nou en ja, ik dat, vond het allemaal... Ja, het was prachtig hoor. Zuid-Frankrijk zand, fantastisch. Maar best door. Ja, nou ja, dit, ja dat uh, zit er toch aan te komen. En het hangt dus heel erg vanaf waar je woont. Zogaar je op hogere zandgronden woont, uh, ja, dan, dan wordt de situatie kritischer. Wij zitten ja. hier in uh, zo'n overgangsgebied... Naar ook veen en, en klei. En, en we hebben behoorlijk veel toestroom van water uit Drent hier, ja. hier in de buurt. Dan valt het allemaal wel mee. Maar ja, zo gauw je op hogere gronden zit, en, en zandgronden, dan, dan zullen we ook dit jaar waarschijnlijk er weer behoorlijk ja. veel uh, en, en bericht je, over horen. Zou je nog eens kort uh, voor de luisteraars kunnen schetsen? Hè? Want kijk, eigenlijk dat wij had, wij, Ik had altijd het gevoel, we hebben water zat. Het regent niet zoveel. Uh, we hebben goed drinkwater. Alles is oké. Okay. En nu hebben we in één keer dat ik denk, oh, er zit toch een onbalans met ook weer de landbouw misschien, of hoe? hoe? Nou ja, er zijn een paar dingen aan de hand. Ten eerste is het watergebruik, dat neemt nog steeds toe. Per, okay. per persoon nemen we, gebruiken we steeds meer water. Om de auto te wassen, om de afwasmachine, nou je noemt het ja. maar op. Ja. Douchen, uh, dat is niet alleen een energetisch punt, maar daar gaat heel wat water in door. Ja. Dus per persoon neemt het, is het gebruik uh, behoorlijk gestegen. We zijn met meer mensen gekomen ja. en we gebruiken ook nog meer water. Dus ja. dat, is al, dat is al een goede plek. En het andere is, uh, wat, wat misschien nog wel bedreigender is, is dat, uh, dat we geen wateropvang meer hebben. Uh, bijvoorbeeld in tuinen zie je die uh, hele erge gewoonte om van die steentuinen te hebben. Ja, crematoriums. Ja, ja. Zo noem ik het. En uh, dat betekent als het regent, dan is dat water, woeps, gaat het riool in. Dus er is geen enkel gebruik van het regenwater wat invalt. Dat wordt niet, dat wordt niet verzameld. Dat, dat heeft ja. geen enkele... Nou, de natuur is niet in staat om dat op te vangen. Het verdwijnt voordat het gevallen is ongeveer. Ja. Nou, datzelfde is natuurlijk ook een beetje gebeurd... in het hele waterlandschap in Nederland. Uh, heel veel beken zijn gekanaliseerd. Uh, waterwegen moesten efficiënter. Bochten afgesneden. Ja. Dus als er water komt, en ons water komt natuurlijk voor een groot deel uit de Alpen, uit Duitsland, ja. uit, uit Frankrijk. Ja, ja. ja dat, dan stroomt dat heel snel weg. Dus we, 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 we en Er zijn behoorlijk goede campagnes begonnen en er is heel veel geld besteed om, om weer ruimte voor het water en ja. ruimte voor de rivieren ja, dat, te maken. Dat heb ik, ja, dat, dat heb ik in het klein, op mijn industrieterrein. Daar hebben ze heel actief bedrijven benaderd om hun tuin anders in te richten, zodat er een opvang kwam. Ja. Dat, dat zie ik echt om me heen, ja. dat klopt. Ja. Nee, dus dat is, uh, dat is een goede tegenmaatregel. Mm -hmm. Nou ja, en het andere punt wat je het eerste noemde, dat speelt natuurlijk toch wel een rol. En dat is dat uh, ja, de landbouw maakt het zichzelf steeds moeilijker. Door, aan de, door technisch zo grote eisen te stellen. Aan de, op het ene moment willen ze op het land kunnen met behoorlijk zware machines. Ja. Dan moet het dus, het water moet, moet weg. Ja, Dan gaan de planten groeien, dan moet het water er weer zijn. En dan moeten ze weer met zware machines het land op om te oogsten, dan moet het water weer weg. Nou, kortom, ze denken dat dat een systeem is waar je, je, je willekeurig de kraan aan, de kraan uit. Maar zo werkt het natuurlijk niet. En, en wat vroeger heel gebruikelijk was in Nederland, en daarom was de biodiversiteit in het begin van de vorige eeuw zo groot. In de winter staat het land voor een groot deel onder water. En dat duurt een hele tijd voordat dat langzaam uitzakt. Ja. Nou, dat is voor een huidige boer is dat niet meer acceptabel. Dat, ja. Die moet zo vroeg mogelijk. Je ziet nu de. We hebben nu begin mei, nou, er zijn al ontzettend veel graslanden, hebben al al lang de eerste snee gehad. Ja. Ja. Meteen oogsten, meteen. Dus, Volgende, ja, ja, die rendementseisen die, die maken dat. dat ook die watervraag, dus ja. Uh, ja, een soort, soort uh, zelfbedieningssysteem dreigt te worden. Ja. Dat kunnen we gewoon niet waarmaken. En dat gaat op een gegeven moment echt mis. En dan ja. komt er watertekort. En op een gegeven moment wordt het heel dramatisch. Dan hebben we drinkwatertekort. Want dan kunnen we ook ons drinkwater niet meer. Nou ja, dus ja, dat verwacht het... je ook wel dat dat ook bij ons. Nou, dat wel. wordt natuurlijk wel een probleem. Omdat we, we moeten, zeg maar, voor waterzuivering wordt ook steeds ingewikkelder. Hm. Uh, ja, is, we komen een beetje van de ooievaar af, maar het moet maar even. Oh ja. Ja, misschien moeten we nog een nieuwe aflevering hierover maken. Ja. Dat zouden we kunnen doen. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk laat ik het zo, heel simpel gezegd. We, we gebruiken heel veel medicijnen. En heel ja. veel daarvan komt ook in ons drinkwater terecht. Het moet, moet, moet eruit gehaald. worden. microplastics ja. noem ik maar even. Nou ja... ja. Kortom, we zijn nogal erg bezig met ons water ja. um, en, en we zullen allebei zeilen bij moeten zetten om, om zelfs in dat heel waterrijke uh, Nederland ja. om dat toch uh, dat systeem draaiende te houden. Ja. Nou, dat, uh, ik ben blij dat wij uh, naast de meer wonen. Uh, dus, uh, Daar, uh, nou ja, dat, nee, is, dat is natuurlijk een week. dat is heel luxe. Dat is het grondwater wat hier boven komt. Uh, ja, een ja. mooier kan je het je niet wensen. Maar, maar dat is een uitzondering in Nederland. Ja, ja. maar we gaan terug naar de Oevaar, Ja. Nou ja, er is over de ooievaar natuurlijk veel meer te vertellen. Uh, een van de spannendste dingen is dat uh, uh, die ooievaars, die zijn heel bekend dat ze trekken. De, de ooievaars van West-Europa, die trekken haast allemaal over Gibraltar naar diep Afrika in. Oké, okay, daar overwinteren ze. Ja, en uh, daar heb ik... Uh, uh, zeg maar, ooit eerst, denk ik, de Nederlandse ooievaars heb ik in Afrika gezien. Ik was een tijdje in, uh, in Rwanda en Tanzania en daar nee. zie je dan in Serengeti zie je de ooievaars. Denk je, ooievaars? Ja. Uh, ja, dat zijn de ooievaars. Maar die zijn er dan voor een maand of twee, drie of zo? Nou, die zijn bezig. daar, uh, ja, ik weet het eerlijk gezegd niet helemaal precies uit mijn hoofd, maar de, ik denk dat ooievaars die trekken... Ik gok maar een beetje uh, september, hmm. uh, zo ongeveer. Nou, wanneer komen ze weer terug? Dat is uh, maart, zo ongeveer ja, die periode. Zo, ja. En ik weet niet precies hoeveel stopovers ze hebben, maar uh, dus een behoorlijke tijd brengen ze door in, uh, in Afrika. En uh, dat, dat geldt trouwens inmiddels voor ongeveer een kwart van de ooievaars niet, want die overwinteren inmiddels. Omdat het hier warmer is geworden. Nou, dat weet ik niet. Uh, waarschijnlijk is dat een, een gevolg van die, die, uh, die, die, die uh, opvangplaatsen, die ooievaarsdorpen die we die, die oh, die, hier gehad hebben. Oh, die waren het gewend. Die zijn het gewend. Ja. En die, zijn, die, die hebben dus, nou ja, zeg maar, de traditie verloren. Ja, om te gaan vliegen. Om te gaan vliegen. Blijkbaar is het uit hun systeem geraakt. Ja. Uh, nou, kan je, dat, dat is eigenlijk weer een fantastisch onderwerp om in detail te gaan onderzoeken. Want is dat nou. Is daar, is, hoe ver zit dat in hun, in hun erfelijk materiaal? En blijkbaar niet. Nee. Nieuwe tradities. Maar in ieder geval, nou, ik geloof dat er inmiddels inderdaad een kwart van de ooievaars... Die, die hier in principe aan uh, broeden, dus die 1500 500 of zo, worden ja. overwinteren hier. Ja. En uh, dat zie je dus wel bij meer vogels. En, en dan heb je gelijk, dat heeft zeker wat met klimaat te maken. Spreeuwen overwinteren veel vaker hier. Ja, ja. Dus er zijn veel meer vogels die, die nog maar voor een deel trekken. Ja. Of, of, uh, of sommige helemaal zelfs niet. Ja. ja. Nou ja, dus, en die ooievaars, die. Uh, dus, dus ja, ik geloof dat er een stuk of acht verschillende ooievaarssoorten op de, op de wereld zijn. Uh, wat weer heel spannend is, we hebben het eerder al een keer over gehad, is die, uh, die afstamming van, van beesten. Dat weten we dankzij DNA-analyses. Ja. Ja. En vroeger dachten we dat ooievaars en reigers vlak bij elkaar zitten, maar dat is helemaal niet zo. Ooievaars zitten behoorlijk ver weg. Okay. Daarvan, die zijn veel eerder afgesplitst. Hmm. Dus dat is echt een, een heel eigen groep. Ja. En uh, nou ja, dat, dat maakt het ook wel weer een, een, een bijzonder uh, gebeuren. Wat is het grootste verschil tussen een reiger en een Oh jee, dat zijn moeilijke. Ze zijn vragen. wat kleiner, hè, Rijgers? Ja, nou, reigers zijn natuurlijk echt uh, veel meer uh, watergebonden. Ja, uh, veel vaak de vissen. Die, ja. ja, die zitten, ja. zeg maar, voornamelijk uh, jagen die op vis. Ja. Um, nou, maar die kom ik hier vaker tegen. Ja, die ja. Zijn, nou, die zitten natuurlijk hier vaker rond, uh, ja. rond de, 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 de meertjes ja. hier. Ja. En. Uh, ja, heel af en toe probeert een regen ook wel bij mij in de tuin te komen. Die hmm. zit dan af en toe op het dak. Ja. Van, uh, van ja maar je mijn... hebt ook zo'n mooie, mooie vijver. En ja, en maar Ze zo, blijven op het dak zitten. Oh. En ze komen niet naar beneden, want ze nee, zitten. Nee, 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 nee. Oh. Ze, ik denk dat ze het riskant vinden, omdat ze niet zeker weten of ze weer omhoog komen. Dus ze bekijken er ah. heel begeerig naar die vijver. Maar. Ja. Ja, want Jan, even voor de mensen thuis. Hè? Menno heeft een prachtige tuin waarin een vijver in zit. Maar het is niet een grote vlakte. Dus het is allemaal wel, er zitten bomen omheen en dat soort dingen. Ze kunnen niet ja, heel makkelijk opstijgen, he, denk ik. Biologen ja. zijn geen rijke mensen. Dus het is maar een ja, heel klein ja, tuintje. En, ja. uh, dus die vijver, die, ja, er staan ook allemaal bomen omheen. Dus ja. dat is helemaal niet goed voor die reiger. Oevaar heb ik nog nooit uh, aan huis gehad. Zou ik nee, maar zeggen. nee, nee, nee. Dus die verwacht heeft, ik daar ook niet zo. Gauw. Je hebt ook geen nest bovenop je huis gebouwd, volgens mij. Dus, uh, nee, <laughs> er, is, er waren wel plannen voor oh, buurtbewoners okay. om ook uh, 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 zeg maar, zo'n paal neer te zetten. Ja, of zo. Ja. Maar vlakbij aan de hoofdweg zijn al twee van die palen. Ah, okay. en, uh, volgens ja, mij zijn die alle twee bezet. Ik, weet ja. niet, ik heb dan niet gezien of ze alle twee bezet zijn. Hmm. Maar ik heb wel heel veel in de buurt zien vliegen. Dus uh, ja, ja, er moet heel wat zijn, zou ik ja. maar zeggen. Ja. Nou ja, het is, uh, to, en het is natuurlijk toch een heel spectaculaire vogel. Ja. Ik, ik ben nog steeds. Uh, we zitten vaak op ons uh, uitzichtheuveltje. En dan als je daar dan kijkt. Het je, je tempeltje zit daar. Ja. En dan ben ik toch altijd ja. weer. Ja, natuurlijk het is een ooievaar. Ja, ja. Maar ik, ik uh, kan er nog steeds zeer van genieten dat dat beest uh, weer bij ons gekomen is. Ja, ja. nou prachtig. Um, ja, Dit is onze aflevering van de Ooievaar. Ik weet niet of je nog iets anders uh, te bergen wil brengen. Nou, er zijn natuurlijk eindeloos ja. dingen ja. nog over te zeggen. Maar. Um, we moeten het zeg maar, ook een beetje tot de essentie ja, beperken. Ja, we en uh, we gaan het niet hebben over wat nou de rol precies van de ooievaars is met het, uh, de menselijke voortplanting. Nee, dat gaan we zeker niet doen. Nee. Uh. Mensen, dank u wel. Word lid van deze uh, podcast. Dan krijgt u een nieuwe aflevering zomaar in uw brievenbus. Um, we bespreken van allemaal verschillende onderwerpen. We vinden het gewoon leuk ook om van u te horen. Dit was een uh, onderdeel wat aangevraagd was door een van de luisteraars. U kunt gaan naar de website mennoenerwin.nl en daar kunt u uw gegevens achterlaten en dan gaan we daarop in.